Hallo allemaal, welkom terug. En ik zei net wel dat ik genoeg had, maar ik ga nu proberen in de makkelijke stand en hopelijk dat het dan wel lukt. Normaal gesproken ben ik niet zo om naar de makkelijke stand te gaan en of het veel gaat werken weet ik ook niet, maar we kunnen het altijd proberen. Maar dit level is niet echt fair door gewoon 3 wondervolt tussen 2 checkpoints in te stoppen zonder naar een nieuwe checkpoint in te stoppen. Ik weet dat de levels dan moeilijker worden, maar ja, dit slaat eigenlijk gewoon totaal nergens op. Ja, in de makkelijke stand kunnen we vliegen, hebben we wat meer hartjes. En dat is eigenlijk het voornaamste probleem, dat we die hartjes steeds maar verliezen. Maar ik geloof niet dat hier aardappels gewonnen zaten, dus... Zat er hier wonderwol? Volgens mij ook niet. Oh, hier zat de wonderwol, ik weet het weer. Hebben we Ja, je hebt meer hartjes en je verliest minder hartjes, geloof ik, als je geraakt wordt. En ja, je kunt vliegen, maar dat had ik volgens mij al gezegd, of niet? Oh, dit is niet goed. Dat is te veel, eigenlijk. Wat vliegen nu hielp, dat moet ik ook eerlijk zeggen. Kom op, Yoshi, we moeten daar naartoe. Dus nam ik even de puzzel niet. Ja, we zouden toch makkelijk naar die kant moeten kunnen. Okay, laten we die kant op gaan inderdaad. Oeh, we kunnen niet verder die kant op. Wat doen jullie hier? Au. Oh, voelen ze toch aardig wat kracht. Dit stukje zouden we toch moeten kunnen halen? Hij zit een beetje in de weg. Want we hebben dus, natuurlijk, nu hebben we geen vuur meer. Ja, zoveel wilde ik er echt niet pakken. Dus je kunt echt niet iets hoger vliegen. Maar die levels beginnen nu toch echt wel frustrerend te raken. Kijk, als we nou daarop zouden kunnen komen. Dat zou misschien moeten lukken. Zoveel wilde ik er niet kapot maken. De adem van jullie lijkt ook krachtiger zijn in deze modus. Er is ook nergens voor nodig, om eerlijk te zijn.
Kom op, ik wil vuur spugen. Eindelijk. Kom nou, pak dat! Oh, Yoshi. Jij ongelooflijke domme oelewap hoor. Zo, eindelijk hoop ik, tenminste hoop ik dat we verder kunnen. Door dat hele stomme gedoe hebben we nu dat die wonderwol van de tweede wonderwol niet. Waar we weten waar die zit. Heel goed weten waar die zit zelfs. Nou, die wonderwol hebben we niks, dus laten we daar ook maar vanaf komen. Dat mag denk ik niet groot genoeg. Nu is de adem van Yoshi ineens wel niet zo krachtig. Het slaat nergens op. Zeker is het een goed spel, maar volgens mij hebben ze in dit level toch echt zitten pitten toen ze dit level maakten. Auwe. Ja, we kunnen vliegen tot daar, dus. Hoop ik tenminste. Nope. Zelfs in de makkelijke modus hebben we nog problemen. Dan noemen ze dit de makkelijke modus. Oké, dat was niet de bedoeling. Dat was ook niet de bedoeling. Want ik heb geen idee hoe we nu door het level zouden moeten. Ja, zo komen we door het level, maar... Ja, ik had liever de wonderwol gehad als de bloem, maar dat zit er weer niet in. Oh, hadden dat nog. En dan zitten we hier tenminste voor een keer eens een goede kant, als dat ding even weer hoepelen. Maar we hebben twee keer de motorcreatie en die worden al gepakt voor absoluut niks. En nu dit deel, dat is de ergste. Waarom hebben we de wol nog? En waarom doe ik dat? Ik doe nou echt, ik ben zo vroeg gefrustreerd dat ik nog niet eens voor de wonderwol ga. Alhoewel ik dit misschien had moeten doen voor de planten verslaan. Dus ik zie nou dat dit wat makkelijker werkt. Als ik tenminste die domme vuur kan pakken. Ja, ik wou het toch zeggen. Ja, we gaan gewoon onderlangs, denk ik. Ja, dat is niet groot genoeg voor ons. Er wordt toch wel wat meer ruimte. Oké, die sprong kunnen we maken, denk ik. Oké, dat was alsnog een risico. We hebben maar twee wondervolle in plaats van vier en we weten waar die zitten. En ik zal die heus wel pakken in mijn eigen tijd, maar niet meer vandaag, want daar heb ik absoluut niet meer voor in de stemming dan. Maar hoe dit, gaan we hier door. Hou dit! No! Voltooi het level, ja dat zou leuk zijn hè. Ik ga dus daar toch weer de vangnet in, want anders haal ik het level weer niet. Dat vliegen wat Yoshi doet is niet echt vliegen, dat slaat nergens op.
Oh nee, nu moeten we nog voor hem blijven. Dus ga jij hem mooi aan de kant. Oké, die bloemen interesseert me geen zier eigenlijk. Nope. We waren niet snel genoeg. Oké, renmodus. Oeps. Oké, dat was gewoon eventjes blunderen. Maar we gaan nu voor de echt. Op de manier zijn hoe je snel kunt rennen. Oh. Wat is dit eigenlijk? Maar dat is misschien wat we in de makkelijke mode zitten, dat als je te vaak afraakt, dat je dan niet meer geraakt kan worden of zo. Ik heb geen idee wat het is, ik heb het nog nooit gezien. Oké, dat klopt inderdaad. Dus je kunt toch geraakt worden, maar je had ook geen plaats om naar verder te gaan eigenlijk, heel eerlijk gezegd. Oké, je kunt nog altijd geraakt worden op de stekels, dus ik zie echt niet wat er waarom dat zou helpen. Of dat is opnieuw een spelfout. Oeh, rot op. Hebben ze, denk ik. Oké, in ieder geval de moeilijkste wonderwall. Of in ieder geval die. Nou, we hebben het gehaald in de makkelijkste modus. Maar het is frustrerend dat we twee wonderwolden niet hebben willen weten waar die zit en ook weten hoe ze moeten pakken. Als ik tijd en zin heb, dan zal ik die andere twee wonderwallen hier pakken. Ja, vooral tijd, want... Ik denk dat level niet zo ver is als al die andere levels. En het volgende level heet Glibberen Glijden, dat klinkt... Ja, ik weet het niet, maar het is dus nieuwe wereld niet mijn favoriete wereld. Hoe dan ook, bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer.